Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is alweer vandaag donderdag 16 juli 2020. Mijn naam is Karin Stammer van de Werf. Mijn man die heb ik aan de telefoon, dat is Roderick Stammer van de Werf. Mocht je nieuw zijn, ik zou zeggen abonneer even, doe het belletje aan, doe het duimpje omhoog en laat een leuke reactie achter zelf. Hey. En wij wensen jullie sowieso heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, we gaan lopen met Lady. Hé, Lady? Ja. Rustig, zet ze bij me. Yes, wachten. Hop. Ja, doe maar. Wachten, blijf wachten. Blijf geduld. Ja, doe maar. Ja, kom dan. Ga je open doen of niet? Open. Goed zo, keurig. Hey, keurig om mij zien. Gaan we lopen? Wachten dan, wachten. Ja, doe maar. Zo, ik was net eventjes heel erg en geïrriteerd. Want één, mijn computer had gisteren een update. Deze. Die grote kast. Dan ga ik dus nu net opstarten. Fijn. Krijg dus een leuk, mooi foto. Nou, wacht wat invoeren. Krijg in één keer een blauw scherm. Dus ik moest daar weer elke keer inloggen via mijn e-mail. Heel raar. Is leuk. Maar ik had mijn wachtwoord in principe wel goed. Maar hij ergens pakt hij hem niet. Maar oké, ik heb dus een nieuw wachtwoord aangemaakt. Bla bla bla. En dan ga even mijn laptop erbij. Maar die is zo lekker traag. Ik al iets aanvragen. 5 minuten terug. 5 minuten later komt hij pas in beeld. Kan ik niet tegen. Wie herkent dat? Nou, ik. Toevallig. En dan heb ik zo'n lieve vent. Die zegt van, nou, dan ga ik wel even weg. Want dan heb je geen last meer van me. Nee, je moet niet weg van mij. Nee. Dan lekker bij me zitten. Ja, hé hey schat, wat is er aan de hand? Wat kan ik doen? Moet ik er gewoon bij zitten? Heb ik ook net gezegd. En ik was niet boos zo, maar gewoon geïrriteerd op het apparatuur zelf. Ja. Ja. En ik ben ook gewoon, ja, niet gestrest, maar gespannen. Omdat ik dus voor het eerst 1 nachtje en bij mijn moeder ga slapen. Dus vrijdag op zaterdag. En zaterdagnacht, dus zondagochtend eigenlijk voor mij dan weer. Komt Rome mij dan weer ophalen? Ja, naast zijn werk. Joehoe. Het is een toppertje ook, hè. Ja. Nee, maar een vriendin van mij, die heeft dus een eigen zaak. En ik ga dus achter de bar staan. Dat is gezellig. Ja. Dus dat wordt nachtuurtjes. Dat is weer, ja. En dus ik voor het eerst weer bij mijn moeder slapen. Dus het is heel lang. Dus ja, dat is ook weer een beetje spannend. Ja, dan reageer ik daar ook gewoon weer op. Dus dat is even allemaal dingen weer bij elkaar. Wie herkent dat met ADHD? En een beetje PTSS. Hè, zo. Ik wou het anders zeggen, maar ja. Maakt niet uit. Dus dat. Dus ja, hoe gaan jullie ermee om? Herkennen jullie wat of herkennen jullie niks? Vertel het. Even hieronder. Top. Dat zou mij heel erg helpen, denk ik zo. Denk ik wel. Ja. Ja, mijn telefoon die gleed weg. Dus ja, ik laat het even hier weer bij. En ik ga even mijn telefoon even legen. En dan eventjes, waarschijnlijk nog even met Ro eventjes een filmpje opnemen. Want we hebben vragen gekregen van Stan de Nijs. Daar heb ik samenwerking weer mee. Dus ja. Dus die vraag moet wel eventjes beantwoord worden in een video. Erg handig. Doe lekker op de fiets weer naar huis. Mag dit op de fiets? En je telefoon vasthouden? Nee, maar ik doe het wel. Dat mag gaan, maar echt maar weer wel. Nee, eigenlijk ook niet. Jammer. Nee, jammer hè? Je koopt gewoon camera. Die wel vasthouden? Ook niet. Jammer. Maar daarom heb ik ook zo'n mooi huisje, maar die gebruik ik nog niet helemaal. Als je telefoon zit. Nee, precies. Maar oké, we hebben zo meteen weer een verkeerslicht, dus jullie checken ons weer zo meteen. Joepie! Nou, net thuis. Gelijk maar even met de hondjes lopen. Met Lady. En Roderick is met de 2 dames. Ergens weet ik veel waar. Achter mij. Goed zo, meisje. Kijk, en daar hebben we Roderick lopen.
Nee, 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 nee. Doorlopen. Door. Kom, lopen. Nee. Lopen. Nee. Je gaat de bus niet in. Echt niet. Denk jij dan? Dat je een bus in gaat. Oh mijn joekoek. Jammer de koekoek. Echt niet. Ik ga geen mondkapje dragen. Ben je niet goed of zo? Nou, lekker buiten. Lekker met Lady. Even voor mijn korte rondje. Nou ja, kort. Bijna een half uur dit. Nou ja, een half uur. Bijna. Een half uur en binnen een kwartier. Dus dat is een kwartier. Ja. Dus lekker even met Lady even een blokje doen. En dan daarna naar Rotterdam. En dan even iemand ophalen. Onze oud collega. Maar die wil dus niet op de vlog. Dus daar heb ik respect voor. Dus dan ga ik die ook niet filmen of vloggen. Maar dan ga ik een beetje Roderick een beetje vloggen of filmen of zo. Moet ik even kijken wat ik ga doen. En hoe ik het ga doen. Dus ik kan dus onderweg niet filmen of vloggen. Weet ik het allemaal. Ik vind het helemaal prima. Maar daarom maak ik het nu een wat langer. Ja, je moet wat hè. Vanzelf. Dat is al nummer 2 die ik vandaag zie. Politieauto. Ja. Maar ja. Ik ga Lady gewoon weer even in beeld brengen. Dat is leuker. Lady heeft zoiets van, nou ik loop lekker voor. Lekker heel ver voor. Hé meisje. Lady vrouw. Ben je mooi? Ga je mee naar oma? Ga je mee naar oma? Morgen? Ja hè. Morgenavond. Mag je mee? Ja, Roos lekker aan het rijden. 1, 2. Er komt niks aan van... Ja, nu wel. Nu wel, kijk. 3, 2, 1. Ja, nu pas richting aangeven. Had je nog net niet. Hè? Huh? Ja, op en op het laatst. Nee, dat schiet op. Zal ik je nog eens wat vertellen? Wat? Hier aan het stuur. Ja? Hier zo links, hier is een ander schakeltje. Als je het omhoog doet, gaat het buiten een lampje knippen. Oh, wacht even. Ik ga even in de camera draaien voor jullie. Ja, dit is heel handig. Vertel het eens nog eens een keer, schat. Nou, hier aan het stuur, linkerkant, zit zo'n ander schakeltje. Ja. Dat zal ik zo even laten zien hoe dat werkt. Oeh, dat is heel spannend. Ja. Dat is heel leuk. Dus als je het naar beneden doet, gaat er buiten links een lampje knipperen. Ja. En doe je het naar boven, dan gaat er rechts buiten een lampje knipperen. Oeh, die is wel heel erg interessant. Hier aan, zie je hier van nou, het gaat knipperen. Ja. Dat is heel handig. Hè? Dan ja, gaat hier zo knapelijk links. Hier aan de andere kant op. En rechts een lampje knipperen. Ik weet niet of je het kan zien. Nee, dat kan ik niet zien. Okay. Maar dan weten mensen om je heen dat je die kant op wil, waar het lampje knippert. Dat is toch handig? Ja, dat is heel handig, ja. Sommige mensen vinden het niet handig, want ze gebruiken het niet. Nee. Dat is toch jammer. Ja, dat is heel jammer, ja. Nou, we hebben even afgesproken en bij de ingang Hoogvliet. Nee, we zijn geen bus. Nee, jammer, joh. Dus, zometeen kan ik dus gewoon niet filmen, vloggen, wat ik al eerder zei. Zo, het is lekker druk. Dat is geen anderhalve meter, hoor, jongens, dit. We zijn allemaal van dezelfde familie, gelukkig. Zo. Allemaal broers. Een beetje druk. Allemaal broers. Dus. Zo. Komt zo in één keer omzeilen. Is dat handig? Ja, is heel erg handig. Maar ja, ik ga stoppen met vloggen mensen. En jullie zien ons vanavond wel als we thuis zijn. Lijkt me handig. Ik blijf dit toch een mooi plaatje vinden. Rotterdam, Rotterdam. Die kan er wat van. Haley. Nou, toen waren we alweer bijna. Ja, we moeten nog even afgeven bij iemand. Ja, heel veel brood. Brood. Dus daar rijden we nu even naartoe. In ons eigen wijk zelf. En daar gaan we naar. Ja, helemaal goed. Top.
Ja, en dan zat ik weer hè, op het bekende stekje tegenwoordig. Want ik sluit continu mijn vlog gezellig af bij mijn pc. En niet achter mijn pc, maar voor mijn beeldschermen. Maar vond je deze vlog wel leuk? Het is waarschijnlijk wel een hele korte vlog, maar dat maakt helemaal niet uit. Als het maar leuk was, ik zou zeggen, vond je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, abonneer dan eventjes. Doe het belletje aan. Laat een leuke duimpje achter. En laat een leuke reactie achter. En dan reageer ik sowieso. En morgen dan ga ik naar mijn moeder toe. Dus helemaal gezellig. Helemaal top. En dan zie ik jullie morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei!